kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. Ik heb hier een kraantje, een thermostaatkraan. En de vorige installateur die heeft het warme water en het koud water omgedraaid, getwist. En als je intussen een thermostaatkraan erop plaatst, dan gaat het niet werken, jongens. Want dan gaat hij tegenstribbelen, werken en hij doet alles behalve zijn werk goed. Normaal gesproken zou je dus de leidingen in de muur moeten omdraaien. Maar dat gaan we vandaag niet. Ik heb daar een speciale handige onderdeeltje voor besteld. En dat is het voordeel als je dus merkkranen koopt. Want Grohe heeft gewoon een speciale thermostaat ontwikkeld. Dus wanneer jij dus je warme koud hebt omgedraaid, dat je alleen maar het binnenkomwerk hoeft te veranderen. En je hoeft niet de boel te slopen. Dus ik ga je laten zien hoe je dat doet. En als je goed kijkt, zie je nu dat de kraan omgedraaid is, want normaal hoort die zo. Dus we gaan hem eerst even terugzetten hoe die hoort. En dan gaan we het binnenwerkje vervangen. Zo. Kijk, en dit is lekker handig. Ik heb plakbandjes op mijn bakootje geplakt. Zo beschadig ik de kraan niet. Zo. Die gaan we gewoon even omdraaien. Die gaan we gewoon weer hergebruiken. Recyclen noemen we dat. Zo. Nou, die is wel waterpas zo. Zo. Gaan we eerst dit schroefje even losmaken. Dan krijgen we de thermostaat te zien. Dan gaan we het binnenwerkje losmaken. En dit kun je als het goed is gewoon zo eruit halen. Zo simpel dat is dat. Dit is het thermostaat. En dan gaan we een ander thermostaatje gebruiken. Zo. Zo. En dit is het nieuwe thermostaat. Ze zijn bijna hetzelfde, alleen het binnenwerk is net even wat anders. En je ziet dat dit grijs is en dit is wit. En zo weet je dus dat je dus een linkse of een rechtse hebt. Dan gaan we hem erin maken. En dan zie je hier dus dat er een kleine tandje zit. Die valt hier in de gleuf. Zo makkelijk is dat. Maar voordat ik hem erin doe, ga ik hem eerst even een beetje invetten. Zo. Goed erin drukken. Zo, en dan kan deze erop. En deze is vast. Niet te vast aandraaien. Want deze houdt hem alleen maar tegen dat hij niet eruit schiet. Kijk, dit is al voldoende. Ik zit helemaal niet zoveel kracht. Het is meer dan voldoende. Dan kan deze erop. Ja, en dan moeten we nu alleen even de temperatuur stellen. Abdoe, kun je even het water erop zetten? Het water zit erop. Hier zitten we zo om de temperatuur te stellen. Dan pak ik even mijn testertje. En deze heb ik jarenlang, ongelooflijk hoe lang ik deze heb. Dan wacht ik nu even totdat hij lekker op temperatuur is en dan ga ik hem pas meten. Dit is onze stand van 38 graden. Laat ze even zien op doen. Zie je? En we willen dat hij op die stand precies 38 graden is. Gaan we kijken of die dat al is.
Nou, mag iets heter. Dan ga ik aan die knop even draaien. Laat ze even zien of ik doe deze. Zo. Zet hem even iets heter. Iets heter, zet ik weer het knopje hier. Zo. Mooi, klik. En nu is hij 38,4 en dat vind ik meer dan genoeg. En nu is het truc. Die is even uit. Het enige wat ik nu hoef te doen is het knopje precies op 38 graden te zetten. Dus ik haal hem zo eruit. En klik. En nu weet ik dus als hij op 38 klik dat hij dus ook 38 is. Wil je hem heter, druk je het knopje in, doe je hem heter, klik, 38 is beveiligd. Wil je hem kouder, druk je hier in en dan ga je, maar kun je hem kouder maken. Zo simpel is dat. Zo, ik kan het schroefje vast. Ik kan hem op één manier op, klik. Zo simpel is dat. Vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye!